Evert Stel is schipper en eigenaar van de Meander. In Stel Verteld neemt Evert ons aan de hand van verhalen en anekdotes mee op het water. Stuur en bakboord is natuurlijk heel bijzonder. Want een heleboel mensen die weten niet hoe dat stuur en bakboord ontstaan is. Maar vroeger zat er geen roer achter een schip. Dus er werd gestuurd met een gaffel in het gangboord en er werd een peddel ingezet. Die hadden ze onder hun arm en daar stuurde men mee. En de mensen ook rechtshandig sturen, werd die gaffel aan de rechterkant in het gangboord gezet. Vandaar dat de boord werd waar je zat te sturen, het stuurboord. En daarnaast zat aan de andere kant op het schip, werd een bak gemaakt met een gat erin en deksel erop. Daar zaten ze op de poepen, dat is het bakboord. En ja, toiletpapier hadden ze niet op een rol. Dus men gebruikte dan een stukje touw dat helemaal uitgevlozen was. Zo. En er zat een touwtje aan en dat sleepte achter het schip aan door het water heen. En dat visten ze dan op en daar veegden ze hun kont mee op. En dat was dus het allemanseindje. Eigenlijk noemde men het allemanseindje dat mooie gevlochten dingetje aan een bel. Maar het allemanseindje is volgens de overleveringen het stukje touw waarin het water leeg en meesleepte. Dus eigenlijk is het bakboord de boord waar je zat te poepen en stuurboord was de boord waar je zat te sturen. Ik denk dat het zo ontstaan is. Tenminste, dit heeft een oud schipper mij ooit verteld en ik heb het onthouden.